Nou ja, dat ze gaan daar wat betreft de universiteiten nu op de rem staan, wat betreft de buitenlandse studenten. Ja, vind je daarvan als uh, toch wel uh, onderwijsliefhebber? Ik heb daar alle begrip voor. Sterker nog, ik, ik, als ik het goed heb gelezen, had Dijkgraaf gezegd dat het tijd werd dat ook het Nederlands weer centraal stond als de taal die gebruikt wordt in het universitair onderwijs. In plaats en, van Engels? Ja, en daar sta ik 100% achter. is toch een beetje een naïeve opmerking? Helemaal niet. De wereld is een dorp. Dan moet je toch gewoon Engels praten? Ja, dat doen we toch ook. Als het nodig is, niet als het niet nodig is. He? We leiden Nederlandse studenten op die allerlei functies gaan vervullen in Nederland, waar je helemaal geen, geen vloeiend Engelsspreker hoeft te zijn. Nee, maar er zijn heel veel bedrijven waar Engelssprekende mensen werken of mensen uit andere dat landen. Dat is zeker waar, maar met de, met de praktijk leert dat dat mensen vrij snel leren hoe je in Nederland in het Nederlands moet rijden. Dat is voor A. En B is daar waar het noodzakelijk is om Engels te spreken. Je dat, heb je dat binnen drie maanden, heb je voldoende Engels onder de knie om dat te doen. Maar het geven van onderwijs in het Engels door een non-native speaker aan non-native speakers, dat is uitgebreid onderzocht en dat is niet bijster effectief. Waarom niet? Omdat het gewoon gekluns is, taalkundig gekluns. Eh? Ja, god, die, die, die heet het bij nee, Amerikaanse taal- en letterkunde. Daar studeerden wel al studenten af die dan tegen zo'n beetje een historisch thema aanleunden. En die vroegen altijd: mag ik het in het Engels schrijven? En dan zei ik altijd: ja, je mag het in het Engels schrijven, maar het moet ook wel behoorlijk Engels zijn. Nou, nou daar weet je niet gelukkig van, van dat Engels. Hè? Wat las je dan? Ja, Pruts-Engels. However, however Engels. However, eh. Kom maar. Ja, precies. dus nee Ik, ben, ik, ik was erg blij dat Dijk, bovendien Dijkgraaf die nood directeur is geweest van het Instituut voor Advanced Study in Princeton, dat hij zoiets verstandig zei. Daar keek ik van op. Kijk, als je zo goed bent dat je, dat je in Stanford aan de slag kunt. In een research team, dan garandeer je, dan spreek je ruim voldoende. Oké, okay, maar even om jou goed te snappen: wat is nou een studie die echt in het Nederlands moet en wat kan eventueel in het Engels? Ja, ik zeg, als je het in het Engels gaat doen, dan wil ik ook graag uh, uh, native speakers die dat doen. En, en niet Nederlanders die dat typische gebrekkige Dunglish. Nederlanders spreken. Ja. Dus dat, dat, dat zou ik dan willen. Maar je kunt toch ook in slecht Engels wel iets goed uitleggen? Dat weet ik niet. Dat, dat is de... hoor, hoor, hoor hoe dit klinkt. In slecht Engels iets goed uitleggen. Dat, dat klinkt al, al, daar is al iets, iets grondig fout aan. He? Ik voelde me altijd gebrekkig in de Verenigde Staten. Ja, maar dat komt omdat jij natuurlijk een studie helemaal in het Nederlands hebt gehad. Stel dat het helemaal in het Engels was, dan was je daar al op voorbereid. Ik ben trop dat ik niet een hele studie in het Engels. Ik zou niet weten trouwens, van mijn docenten. Daar was er volgens mij geen één bij die, die werkelijk behoorlijk Engels sprak. Oké, okay, hoe zou dat dan geheten hebben? History lessons? Ik heb geen idee. Hmm. Nee, dus ik, vond, ik was erg blij met Dijkgraaf. Ik hoop dat dat een beetje doorzet. Maar als ik nu naar de jonge generatie... Nu ging het er natuurlijk eigenlijk om dat die last van die 115.000 studenten die uit het buitenland komen, dat die langzamerhand wel een beetje zwaar te torsen is. Feitelijk financier je... Als Nederlandse overheid, het universitair onderwijs van allerlei mensen uit Europa, in ja. Europa. En die, gaan, die komen even studeren en daarna ja, gaan ze weer. Ja, precies, zo is dat maar. Ja, nemen. die geven hier ook wel weer dingen uit. Die gaan hier op kamers, die gaan hier ja. naar de film. Nou, ik moet zeggen, ik zou zeggen van het uitgavenpatroon van die buitenlandse studenten ben ik niet van onder de indruk. Nee, misschien niet van de studenten, maar wel van de ouders. Ga ze in Maastricht kijken hoeveel Duitsers daar zitten? Ja, dat is waar. Dat is waar. Maar of dat ook zo effectief is, want dat is nu even ineens over Duits. Dat is dan weer wat anders. Nee, 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 dat zijn Duitsers die naar... Die woorden, dat die zijn die dus gens... Duitsers die in Maastricht in het Engels iets gaan studeren. Juist. <laughs> ja. Nou, daar geef ik echt geen cent voor. Geen <laughs> cent. Maar Rianne Letschert is de presidenta van de, van de universiteit. Ik denk dat die er niet blij mee is. Nou, dat denk ik vast. Dat zou wel niet, maar ze moeten eens goed nadenken. Want dat is Wij voor wonen hun... wonen in Nederland en in Nederland is het normaal dat je uh, Nederlands spreekt. Het overgrote deel van onze universitaire abiturienten gaat ergens een heel normaal beroep uitoefenen in de samenleving. Waarvoor kennis van Shakespeare niet, niet noodzakelijk is. Nee, bij de gemeente Bokstel. Precies, dat heb ik al eens uitgelegd. Die wordt personeelschef bij de plantsoenendienst in Roermond. <laughs> ja. En er is geen enkele reden waarom die zijn taken in het Engels zou moeten uitoefenen. Altijd Roermond. Roemond, Bokstel, Budel, die komen altijd terug. Ja, misschien moet ik eens dus wat anders verzinnen. t of zo of zo. Of zoiets. Maar voor die universiteiten zijn die buitenlandse studenten dan een hele belangrijke bron van inkomsten? Ja, zeker. Wij, wij krijgen altijd extra geld als we een, een cursus in het Engels deden. Maar ik deed het niet graag. Vond stom bevelend. Hm. Ik had altijd het gevoel dat ik, dat, ik, dat ik met, laten we zeggen, geestelijke handboeien aan. Ja. Moest geven. Maar toch begrijp ik het niet helemaal, want je bent wel voor Europa. Nou, wat is er nou mooier dan uh, Europa leren kennen door op een universiteit te zitten met mensen uit alle landen van hey, de Europese Unie? Ik ben daar nou enorm voor. Ik ben daar hartstikke voor. Maar uh, dat wil zeggen, uh, in beperkte mate. Wat uh, is dat? Heeft u dat al uitgelegd? Wat is dan beperkte mate? Nou, ik vond die 115.000 vond ik ook wel een vrij uh, een forse aantal. Is dat op jaarbasis wat we aan het buitenlandse studenten... Ik neem het aan. Ja, ja. Dat was het getal wat in het artikel genoemd werd. Okay, en op hoeveel, op hoeveel studenten in totaal dan? Stond het er ook bij? Een percentage? Ik weet niet wat, hoeveel universitaire studenten we hebben. Okay. Maar het was een fors percentage. Daar kwam het wel op neer. Ja. Maar goed. Dus ik vind dat dat uh, moeten we. Dat, uh, ja, je hebt die Erasmusbeurzen. Daar ben ik een groot voorstander van. Ja, laten we dat vooral doen. Maar het, het, het moet wel binnen redelijke grenzen blijven. En de vraag is wel hoeveel Nederlandse studenten erin. Aken zijn of in Sevilla of in Bologna of waar dan ook. Maar het kan best zijn dat ze speciaal naar Nederland komen omdat wij hele gunstige condities hier gecreëerd hebben. Namelijk dat het niet zo verschrikkelijk veel kost en toch kennelijk algemeen beschouwd wordt als redelijk effectief. Ja. Nou ja We hebben het eerder over Lund gehad. Aan de Lund University in Zweden is de studie helemaal gratis. Ja, nu ken ik toevallig wijze iemand die in Lund gestudeerd heeft. Overigens, een, een, iemand die in Delft studeerde, die heeft daar ja, een soort, soort iets, iets gedaan, ik weet niet precies wat. En die meldde dat dat een van de minst inspirerende en meest strontvervelende academische eh, eh, omgevingen was die hij ooit had meegemaakt. Dus met Loent, daar zou ik, hoewel dat in, in Niels Holgersson een prominente rol speelt, waardoor ik een, een, een gezonde ouderwetse sympathie voor loont heb, omdat de raaf Bataki, die woonde daar in de toren van Doent. En die had dat fluitje waarmee die, uh, de rattenvangers, uh, waar de rattenvangers mee werken. Maar goed, even dit terzijde. Nee, loont dat uh, we hadden... Sorry, dat is allemaal roddel. En ik geef toe, natuurlijk, kijk, uh, ik heb al eens eerder gewaarschuwd dat je je persoonlijke ervaringen niet al te veel moet generaliseren natuurlijk. Of dat nu met de trein naar Wenen gaan is of maar... We hadden... Ik zat in een onderzoeksinstituut in Mainz, daar heb ik een jaar gezeten. En daar was de kwaliteit van de, de zogenaamde stipendiaten, zo heette dat. Die was enorm wisselend, want die was natuurlijk gevarieerd naarmate de universitaire achtergrond van de stipendiaten. En ik kan je verzekeren dat dat verreweg de, verre de beste. Kan natuurlijk ook zijn omdat het allemaal Duits was. waren de Duitsers. Die waren ook, ook gewoon uh, heel goed onderlegd. Ik weet nog goed dat ik, dat ik niet bleek te weten aan. en dat ik toch een laude afgestudeerde was in de geschiedenis. wie Von Caprivi was. Nou, daar vonden ze wel een beetje lullig. dat ik niet wist wie Von Caprivi was. Je hebt geen flauw idee. wie Von Caprivi is. En ik denk dat er niet veel luisteraars zijn. die dat zonder het op te zoeken. En zeggen: Oh, Von Caprivi. Oh, natuurlijk, ja. Ja, ik ga het niet verklappen. Dus dat. Uh, want anders zegt iedereen, ja, dat wist ik wel. Dat wist ik al heel lang eigenlijk, dat werk. <laughs> dus de Duitsers waren verreweg het beste. Echt uh, heel duidelijk. Ook, ook naar mijn gevoel waren die beter opgeleid, in ieder geval dan ik was. Uh, qua, qua algemene kennis, in het bijzonder natuurlijk. Von Caprivi is iemand die een rol speelt in de Duitse geschiedenis. Maar ik ga niet zeggen waar en hoe. Uh, uh, en dan uh, had je een. Uh, hoe heet het? Uh, daar hadden we nog meer. Nou, de Nederlanders waren normaal en redelijk, althans in mijn ogen natuurlijk. De Amerikanen hadden een enorme handicap dat ze allemaal in de, op de formulieren hadden ingevuld dat ze fluent in German waren. Want dat moesten ze zijn, dan moesten ze namelijk in Koblenz naar het archief voor die Tweede Wereldoorlog, wat een heel populair archief was. En, nou, dat Duits van die... Ik heb wel eens gedacht wat die, wat die Amerikaanse stipendiaten, hoe die... Hoe die, die, Duitse, uh, die Duitse ambtelijke taal hebben gelezen daar in dat archief in Koblenz. Daar dacht ik altijd van, nou, ik hoop dat ze er snel een beetje bij gelezen hebben, want ik vertrouw het voor geen cent. En dan had je de Oost-Europese stipendiaten. Die uh, munten vooral uit door het feit dat ze om hele andere redenen in Mainz zaten. Namelijk om eens even in het westen rond te kijken. Om een heel goedkope auto te kopen die ze mee konden nemen naar Oost-Europa. En dan had je tenslotte de Scandinavische stipendiaten die gewoon, laat ik het eerlijk zeggen, heel matig opgeleid waren. Echt heel matig. Dat merk je gewoon. De Zweden, daar heb ik niet zo hoge pet van op. Het gaat hier natuurlijk allemaal om historici van enige lei, aard of soort. Maar het was heel interessant allemaal. Ja. Ik zit toch wel te denken over de, ook dat Engels. Ik denk toch, toch dat heel veel uh, studenten van nu toch wel een voordeel hebben door dat internationale karakter. Ik geloof er kloot van. We hebben daar ook wel eens reacties op gekregen van mensen die dat uh, beambrenden. Mijn hele studie bestond in feite uit Engelse Engelstalige boeken. En, en weet je waar die studenten allemaal over klagen? Al, al die Engelse boeken die ze verdienen, omdat ze het Engels te moeilijk vinden. Ja, maar je moet het, je maar moet... we hadden altijd al klachten over James Joel. Ja. Heel leuk en voortreffelijk boek, maar dat vonden studenten moeilijk. Maar wordt op steeds meer plekken wordt er Engels gesproken. Uh, bij bedrijven ook. Dat is toch wel echt zo, hoor. Met, met heel veel nou, mensen. Nou, hebben... dat wordt... We kunnen met, met... Omdat we mild zijn, kunnen we zeggen dat er Engels wordt gesproken. Maar jij weet precies dat de zogenaamde company Engels... Dat, dat je daar niet gelukkig van wordt. Ik bedoel, dat is Engels op het, op het simpelst denkbare niveau. Dat, dat, is, dat is... Nou ja. Nee, nou, daar kun, kun je in ieder geval geen dissertatie in het Engels schrijven die... ...van enig niveau is. Maar ik was laatst bij een bedrijf en daar zie je dan de, nou, wat oudere mensen... ...en, en de, 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 de jongsten... De, ...die net de arbeidsmarkt op zijn gekomen... ...maar Dat is een aanzienlijk verschil tussen het Engels hoor. Ongetwijfeld... Oh, ...maar dat ligt aan de media en aan de televisie... ...en aan al dat soort van dingen. Ja, maar toch ook Overigens je... kan het Amerikanen geen reet schelen... ...of je een accent hebt. 0,0. Ik heb doodgewoon... ...in het Nederlands gestudeerd. Ik spreek prima Engels. Prima Engels. Overal bruikbaar. Oké, okay, en ze lachten jou niet uit? Nee, ik heb ze wel eens gevraagd. We hadden een cursus met voornamelijk Amerikaanse studenten. Ze zei ja, nee, u spreekt prima Engels. Het heeft een afschuwelijk accent, maar u spreekt prima Engels. Dat zei ze. Vond jij prima? Ja, daar was ik wat tevreden mee, want ja, zo'n accent ga ik je gewoon niet kwijt. Of je moet daar gaan wonen, dan ben je het zo kwijt natuurlijk. Wat is het verschil tussen een accent van een Amerikaan uh, uit New York en die omgeving? En... Gigantisch en uit het zuiden. Ja. Een heleboel zwarte zuidelingen, daar sta je geen kloot van. Hoe klinkt dat dan? Ja, dat kan ik niet nadoen. Dat talent <laughs> heb ik niet, maar daar sta je niks van. Nee, maar in Amerika kunnen ze vrij makkelijk horen of je uit het Noordoosten komt, of dat je uit het Zuiden komt. Of dat of je ook kunt horen of ze uit Californië komen, dat weet ik niet. Jo, neem nou Nederland, een groot landje. Maar je kunt onmiddellijk horen of iemand uit Limburg komt. Ja. He? En eh, vaak is het dan ook in de familiekring al heel geestig om dat dan even na te doen. Ja, sorry, ik, ik, ik bied hier mijn excuses voor aan, maar zo gaat dat dan. Eh, iemand die uit Twente komt met al die ingeslikte ennen. Of mensen die uit het noorden komen, dat hoor je toch onmiddellijk? En dan zo'n piepklein landje. Hè? Eh? Het is toch heel, uh, jij hoort feilloos uit, uit welke regio van Nederland iemand afkomt. In Duitsland is. ook, hè. als iemand uit Beieren komt, is dat ook heel duidelijk te horen. Man, daar is geen kloot van te verstaan. <laughs> nee. Want in dat instituut, dat kan ik je nog wel vertellen. Uh, daar in de Mainz had ik een voorgesprek met de directeur. De vrijherr van Een hele deftige man. Maar dat was een Beier. Nou ja, ik was er nog niet een jaar geweest, dus ik had niet een zekere fluency, eh, om het eens even zo te noemen, opgebouwd. Jo, ik heb een half uur met die man zitten praten en ik heb er niets van begrepen. Maar ik ben een meester in... Ja, uh -huh, mm -mm, yeah, yeah, yeah. dat je de indruk maakt dat je het allemaal prima kunt volgen zonder dat je er een woord van verstaan hebt. Ik vind het dat grappig. was vrij jaar van aardtien. Dus bij ieder land heb je dat dus wel een verschil tussen Noord-Zuid-West en oost Gigantisch! Ja. Wat Gigantische is eigenlijk, verschillen. Wat is in Amerika eigenlijk de, de, zeg maar het, het, wat hier ABN is? Ik weet niet, dat is natuurlijk in de meeste landen. Is dat de, tele, de Nationale Televisie? Dat is het ABN van de dag. Zo goed, natuurlijk, je, je weet zelf. Dat als je, als je in Engeland bent, het aantal mensen wat BBC-Engels spreekt, dat, die is heel, dat is heel beperkt, kan ik je verzekeren. Maar waar wonen die? Is dat dan en van Londen? Je, je kunt Londenaars, hoe heet dat nou? Cockney? Daar kun je geen woord van verstaan. Mensen die uit Yorkshire komen, daar kun je geen woord van verstaan. Ik zwijg nog Ieren en Schotten. Dat klinkt ook hartstikke gek, toch? Ja, dat is toch. En duits is, daar versta je geen woord van. Dus nee, dat, dat is. Uh, ja, Engels, wat is Engels? Engels, wat wij denken dat Engels is, is, is zijn 400 woorden. die gebruikt worden in, in het commentaar op luchthavens. He? Wat ik de laatste dag gezegd heb, dat is een soort Engels. Hmm, dat is, zogenaamd al die jonge mensen die hij kent, die zo geweldig Engels spreken en, en, enzovoort. die klagen allemaal steen en been over het eerste, de beste. van iets moeilijker boek in het Engels. Iets moeilijker. Ja, ik vraag me af of dat zo is. Nou, dat is in de praktijk was dat zo. Misschien dat ik, ik ben natuurlijk nu... Hoe is Ik uh, ben nu geloof ik uh, 13 jaar mijn pensioen of zo. Misschien dat ze ondertussen geniaal geworden zijn. Dat kan zijn. Maar ik was er toen niet van onder ja. de indruk van de beheersing. Vraag eens dus naar Wortelboer wat zij ervan vindt. Dat is ook een mooi thema tussen uh, verschillende generaties. Ja, zeker. Maar het idee dat uh, een van de grootste misvattingen die in Nederland bestaat is dat Nederlanders geweldig Engels spreken. Wij zijn enorm handig in, in het je redden op de luchthaven. De simpele dingetjes, een brood gaan kopen, ja, natuurlijk. Dat heb je zo onder de knie. Maar Engels is een, is een schitterende, complexe taal met een, een reusachtige literatuur. Uh, dat is iets, dat is een totaal andere propositie dan die 400 woorden Engels die je moet, nodig ja. hebt om, om zeggen, het dagelijks verkeer niet te verhongeren. Ja.